bicycle, I want to ride my Om vrouwen te stimuleren meer te bewegen, start Leontien in Amsterdam met de grootste fietstocht voor dames. De Ladies Ride. De Nederlandse kampioen, houder van het werelduurrecord, Willy Eigen Leontien! De vrouwen kunnen 35 kilometer fietsen of als het zo mooi weer is als vandaag 65 kilometer. En onderweg verzorgen we ze lekker met een happie en een sappie. En het is gewoon lekker bewegen, maar ook gewoon lekker gezellig. En na die tijd hebben we wat leuke optredens en een leuk eindfeest. Dus ze gaan met een lekker voldaan gevoel gaan ze huiswaarts op het einde van de dag. Ja, wij trainen het hele jaar door daarvoor. Dus wij doen het samen. En wij zitten in een meidenclub in Oosterhout. Fietsen wij elke week. 65 inderdaad de meeste, maar 35 is net genoeg voor ons. We gaan het volhouden. Ik zie dat u wat extra bagage bij u heeft. Ja, wij hebben onze kleine jongens meegenomen. Die mochten van ons ook mee. Het is wel extra zwaar fietsen dan. Ja, we doen de 35 kilometer, dus dat moet lukken. Als ik standaard zou zijn voor de meest sportieve redacteur, dan zou het treurig gesteld zijn, mijn vrouw. Nee, gelukkig hebben we ook een aantal hele sportieve redacteuren. Maar het gaat om 35 kilometer en dat kan ik zelfs nog wel aan, denk ik zo. Vermoed ik. Hoop ik. Het is zo belangrijk om te bewegen. Bewegen geeft je positieve energie. En ik heb natuurlijk altijd aan topsport gedaan. Maar na mijn wielercarrière ben ik gewoon gaan bewegen. En doordat ik gewoon ben gaan bewegen, ja, dat geeft een mens positieve energie. En dat heeft ieder mens heeft dat nodig. Ben ik het helemaal mee eens. Met meer dan 20.000 deelnemers behoort dit project inmiddels tot de grootste eendaagse sportevenementen van Nederland. Die, wat vind je van de opkomst? Ja, voor het eerste jaar zijn we super tevreden, toch Caroline? Ja, het is echt fantastisch. En zeker in zo'n Olympisch stadion. Wat Leontien allemaal op de been krijgt, ik vind het heel erg mooi. En de vrouwen, die hebben er allemaal zin in. Ga je met ze mee fietsen? Ja, ik rij gewoon heel het stuk mee. En ik ga iedereen motiveren en met iedereen op de foto. En we maken er gewoon een hele sportieve, gezellige dag maken we ervan.